Het is een natuurgebied en we hebben een rondleiding net gehad. Wat is uw indruk? Het natuurlijke landschap wordt een beetje teruggebracht. Iets minder cultuurlandschap, meer natuur, meer verwildering van weilanden. Allerlei soorten grassen en kruiden die opkomen. Die geven wel de indruk dat we teruggaan naar de oorsprong. Want we blijven zelf natuurlijk ook onderdeel van de biologie. Daar ontspringen 5 bronnen uit de grond. Ah. En dat is zuiver drinkwater. Dat is een jaar of 20 geleden. Kwamen regelmatig studenten van de universiteit in Amsterdam. Ja, mooi. Het is mooi. Het is al heel lang gewoon landbouwgebied geweest. En ook ontzettend mooi. Maar ze zijn nu toch de boel wat natuurlijker aan het maken. Dat komt wel ten goede aan het landschap en de wilde dieren en planten die hier voorkomen. Ja. Wat is uw indruk? Ik vind het zeer positief wat hier allemaal gebeurt. Dat die natuur weer de kans krijgt om zich in oude glorie te herstellen en te ontwikkelen. Een maand later, inderdaad, kreeg ik bericht van de Universiteit van Amsterdam. En die zeiden me dat het zuiver drinkwater was. Ja, weet je, we allemaal bij je opeens denkt, allemaal onkruid, maar dat onkruid zorgt schön uit. Een beetje ruig ziet het nu uit. Echt natuurlijk. Ik ben wel al bouw 64, maar ik denk, mijn jood, als je 100 jaar over je slaat. Nee, is wel goed. Kijk, de afwaartsbalk is de grensovergang. Dat wist je. Dat vormt de Wollefragerbeek, die 5 bronnen. Die 5 bronnen. Dat is de grootste beek hier in dat gebied. En die bronnen kwamen bij mij dus in mijn uit het weiland, wat vroeger dus van mij was. Huh. Nee, als het een half jaar niet regent, speelt geen rol. Die toevoer is altijd sterk. En hier die grappel, waar, de graaf, die ziet ook nog schöner uit. Want hier schwor dat meer nog heen, en nu hebben ze daar zo'n stukje luft dus aan de weien maat. Het kijk eens wat een kleurenspektakel, wat zij ziet. Hij ziet wel 100 verschillende soorten hier hangen, hoor. Vroeger moet alles schön zien, alles mooi gemaakt. Nee, ja, nee. Maar ja. Dat tijd is nog wel voorbij. Nee, ik vind dat veel schön. Also, ja. Absoluut. En als het gewoon eens een keer wat zijn eigen gang kan gaan. En de natuur zijn beloop laten. Die regelt het zelf allemaal wel. Dan hoeven de mensen zich denk ik niet altijd al te veel mee te bemoeien. Je doet een beetje op de Belgische tour. Lekker ruig alles, hoor. Toch? Ja, lekker ruig. Die bronnen komen van dat plateau daar. Ah. Het drukt de waterdruk naar beneden op een hoogte. En in het dal komt het eruit dan, ja. Eventueel. Maar dat kan 10 kilometer verder zijn. Huh. Nagelang de steenlagen en de kleilagen enzovoort. Om dat evenwicht te vinden tussen die geestelijke behoeften die we hebben en die ontwikkeling. En toch ook het lichamelijke en het natuurlijke waar wij toch een... als basis, als oorsprong vandaan komen. Dus dat betekent ook een beetje loslaten van de controle op het landschap, hè? Als je mensen dus op de kust naar je staat, ook schön is, of op het Belg, of op het Hollands, of... Het is overal schön, maar dan moeten we zien. Dat moeten ze zien, ja. Ja. En daarom is het nog goed dat ze nu hier ja, de natuur... Ja, dat ook weer zijn. Ze vertellen van wie ze er nee wat kunnen voldoen en de toekomst.